En de stichting Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Schietbaanweg viert vandaag het 100-jarig bestaan van de begraafplaats. Het lijkt vreemd dat een begraafplaats feest viert. Het is meer een gedenking dan een feest, zegt Sonja Lisse, directeur van de stichting. De stichting RK Begraafplaats, in de volksmond bekend als Lomsuberpe, werd opgericht in 1917. De directeur die te gast was in Panorama ging in op een stukje geschiedenis van de begraafplaats. Deze stichting is in 2014 opgericht. Mm-hmm. Het was vroeger het Heilig Verbond. Heilig Verbond was een fonds voor katholieken die op de RK begraafplaats begraven wilden worden. Mm-hmm. En we zijn nu sinds 2014 stichting geworden. Stichting. Maar wel nog een dienstonderdeel van de van het RK bisdom. In 1838 werd er een stuk terrein aan het RK bisdom gegeven om de eerste katholieke begraafplaats aan te leggen. Wow. In 1840 is deze plek toen ingewijd door Monsignor Groof. En toen zijn de eerste begrafenissen daar begonnen. Mm-hmm. Waar was dat? Dat was op de hoek van de Rustenvredestraat. Oh, dat inleiding is genoemd. Ja, Rustenvredestraat en Dr. Sophie Redmondstraat. Mm-hmm. En deze begraafplaats heeft ongeveer 77 jaar daar gestaan. Mm-hmm. In 1917 werd deze begraafplaats gesloten. En gesloten betekent? Dat er niet meer begraven werd. Mm-hmm. Als een begraafplaats gesloten is, mag je dan ongeveer, nou, ik denk 30 jaar daarna, mag je pas activiteiten daarop ontplooien, ja, als huizen bouwen. Maar waarom 30 jaar? Dat staat zo in de wet geschreven, ik weet niet waarvoor. Die geesten weg waarschijnlijk. Ja. Dus na 30 jaar is men toen begonnen om daar activiteiten te ontplooien als het bouwen van de school, regeringsgebouw, en et cetera. Okay. Toen de begraafplaats gesloten werd daar, is tegelijkertijd dan de begraafplaats aan de Prinsessenstraat geopend. Dat was op 11 februari. Deze mijlpaal zal de stichting niet in stilte voorbij laten gaan. De directeur gaf aan wat er allemaal gaat gebeuren. Een soort lichtjesavond. Ik probeer zoveel mogelijk lichtjes op de begraafplaats te zetten. We beginnen zaterdag rond 4 uur is er inloop. Ja. 5 uur begint de dankdienst door Monsignor Juni. Na de dankdienst dan gaan we in een processie naar achteren. Tijdens de dankdienst hebben we een optreden van het orkest Suite Coprofiri. Mm. Die gaan de dankdienst een beetje opluisteren. Mm-hmm. Wanneer we naar achter gaan, gaan we met een bassoenkoorgroep. En we gaan naar het oudste graf. Ik dacht dat het zo net in beeld was. Mm-hmm. Een van de oudste graven, want het oudste graf van meneer Brandon, dit is een van de oudste graven. Okay. Is ook van 1917, dus het is straks ook 100 jaar. Ja. En die staat er nog? Ja, die staat er nog. Okay. Dus we gaan naar dit graf en dan gaan we daar een bloemetje leggen, symbolisch voor alle overledenen die daar begraven zijn. Zo. Ja. Dat en dan gaan we ook nog wat ballonnen de lucht in laten gaan. Ja. En hopen dat het dan toch een beetje gezellig wordt, ja, op de begraafplaats. Absoluut. Alus Sonja Lisse, directeur Stichting Rooms-Katholieke Begraafplaats, die te gast was in Panorama. De begraafplaats bestaat 100 jaar en dit feit wordt vandaag op gepaste manier gevierd.